Goedendag. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. En de foto is het bewijs. We hebben vandaag in sommige delen van het land eindelijk weer eens de zon gezien. Het grijze weerbeeld van de afgelopen dagen raken we daarmee geleidelijk kwijt. Ook op de satellietfoto's zien we het gaatje in de bewolking zitten. Het zat vooral boven het midden van het land, trok later in de ochtend richting het noordoosten en zal vanmiddag via het noordoosten wegtrekken. En waar wij dan mee te maken krijgen is een koufront. En dat koufront dat ligt boven Engeland nog, gaat samen met bewolking en van tijd tot tijd regen. En dat alles komt langzaam dus onze kant op. Gaat niet heel veel regen vallen. En het gunstige nieuws is eigenlijk dat we na het koufront in het gebied erachter komen. En daar zien we wel wolken zitten, maar toch ook behoorlijke opklaringen. En daardoor krijgen we morgen veel beter weer dan wat we vandaag hebben gehad. Maar eerst vanavond nog. Vanuit het westen krijgen we dus te maken met toenemende bewolking. En er kan wat hele lichte neerslag gaan vallen. Verwacht geen grote hoeveelheden. Maar goed, droog is het zeker ook niet op pakjesavond. Hoewel, in het zuidoosten komt de regen pas na middernacht. Daar wel een droge pakjesavond. Temperaturen liggen nog dicht bij het vriespunt in het binnenland. Maar gaan in de loop van de nacht dan langzaam weer iets oplopen. Nog steeds wat regen en motregen. Het gebied trekt langzaam richting Duitsland weg. Maar in Limburg blijft het nog lang hangen. Daar kan het ook morgenochtend nog grijs zijn met wat gemiezer. In de rest van het land zien we morgen de zon geregeld schijnen. Er kan er vooral de ochtenduren nog een enkele bui vallen. Ik denk dat het in de middag zo goed als droog is. En dan kunnen we het af en toe zelfs zonnig noemen. Het ziet er dus goed uit. Veel vriendelijker dan de afgelopen dagen. De temperatuur gaat daarbij ook omhoog. 5 à 6 graden in Limburg. Rond de 7 graden in een groot deel van het land. En pal aan zee wordt het 8, op de wadden misschien zelfs 9 graden. Wel de meeste wind aan zee, uit het noordwesten waait hij met windkracht 4 en op de wadden af en toe met windkracht 5. En kijken we dan wat verder vooruit, dan zien we dat het zondag weer gaat regenen. Zaterdagavond en in de nacht na zondag kan het nog even vriezen. Maar zondag overdag, dan hebben we te maken met veel bewolking en dus regen, vooral in de middag. Temperaturen in het oosten 4 graden, langs de westkust 8, misschien zelfs 9 graden. En die verschillen tussen oost en west houden we de rest van de week, want ook maandag en dinsdag is het langs de Duitse grenzen graad al 4, terwijl het aan zee 6 tot 8 graden wordt. En vrijwel elke dag kan er ook wat regen vallen. Dan nog even de temperatuur voor de komende 2 weken. Nou, dan zien we dat er zeker geen winterinval plaats gaat vinden. Temperatuur kabbelt een beetje tussen de 5 en de 10 graden. En ook in de nachten, dus geen spektakel, af en toe een keer kans op vorst. Maar de winter is niet helemaal ver weg. Want als we naar de kans op sneeuw kijken, dan is die er wel. Het zijn geen grote hoeveelheden, het zijn ook geen grote kansen, zo tussen de 10 en de 20%. Maar dat geeft wel aan dat de atmosfeer koud is en dat we er dus toch dichtbij zitten. De Alpen gaan daarom de komende week wel sneeuw krijgen. In het westen en noorden van het Alpengebied zo'n 10 tot 30 centimeter. Meer informatie daarover staat op onze website. Ik wens u een gezellige pakjesavond en een heel goed weekend. En geniet van de zonneschijn zaterdag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.